Schokkend nieuws bereikte het echtpaar OML Roy en Annick. Roy werd dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een epileptische aanval. Annick deelde de zorgwekkende gebeurtenissen op haar Instagram-account. In een video legt ze uit dat Roy's rechterhelft wegzakte terwijl ze samen waren en hij kon niet meer praten, waarna ze zich realiseerde dat het een epileptische aanval was. Roy werd met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar een CT-scan werd gemaakt. Gelukkig is een bloeding uitgesloten en Roy is nu weer thuis. Annick deelt opgelucht mee dat de artsen hebben gezegd dat ze over twee dagen gewoon op vakantie kunnen gaan. De aanval wordt toegeschreven aan de afbouw van medicijnen vier weken geleden. Ondanks de schrik kijken Roy en Annick positief naar de situatie en ze zijn van plan om na twee dagen rust op vakantie te gaan. Roy kreeg vijf jaar geleden te horen dat hij een ongeneeslijke hersentumor heeft. In een interview met Show News eerder gaf hij inzicht in zijn gezondheidssituatie en de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd, zoals spraakproblemen en geheugenverlies. Hij staat voor een zwaar traject om hiermee om te gaan.